Alle spelers, trainers en medewerkers van ADO Den Haag werden vorige week dinsdag verwelkomd bij Beach Club Peuging in Scheveningen voor een uitgebreid buffet en een gezellige avond. Ook de partners en kinderen waren meegekomen en iedereen heeft genoten van een ontspannen avond in de laatste week voor het begin van de competitie. Gastheer Michel van den Berg en zijn vader ontfermden zich over het bijzondere gezelschap. Twee generaties van den Berg, senior en junior. Jullie hebben volgens mij vandaag bijzonder bezoek. Ja, we hebben ADO bezoek eindelijk. Ik heb 2 jaar geleden dat we een goed jaar hadden. Tegen Gilles, kom een keertje eten bij Peukie. En eindelijk is het gebeurd. We hebben ze binnen nou en het gaat helemaal naar huis. We hebben weinig gekregen ook van de boer. En ja, we gaan lekker eten voor ze neerzetten. We gaan zorgen dat ze een ontspannen sfeer in Scheveningen, ondanks dat het stormt buiten, gaan we zorgen dat ze een lekkere avond hebben hier, zo een goed seizoen in kunnen gaan. Meneer van den Berg senior, u bent de grondlegger van deze mooie plek. Hoe lang geleden? In 1974 begonnen. Dus dat is 38 jaar geleden. Mijn zoon heeft het gelukkig overgenomen, want dat is altijd maar moeilijk als je maar 1 zoon hebt. Ja. Wil hij het overnemen, wil hij het niet overnemen. Maar ja, hij was 6 jaar, toen kwam hij op het strand en toen liep hij de tafeltjes hier op het strand uit te zetten. En dan was de reiniging, die was altijd op het strand nog. Ja. En dan zei ze, ah, knulletje, moet je, ja, ik moet altijd werken voor mijn vader. Ja. En gelukkig heeft hij het goed overgenomen en heeft hij gewoon een wereldbedrijf ervan gemaakt. En wat moet ik er nog meer op zeggen? Ik ben nou in rusten. Ja. Het Aardestadion die heb ik vlak naast mijn huis nu, dus wat wil ik nog meer? En wat heb je van je vader geleerd? Hard werken, gewoon aanwezig zijn en met je mensen communiceren is belangrijk. Maakt niet uit op wat voor manier als je me communiceert. Succes vanavond met de spelers. Ja, dankjewel, dat gaat zeker lukken. Zeker weten, ja. En ik hoop vaker in het Aardestadion naar te komen, want ik heb nu de tijd ervoor gekregen. En dat had ik de eerste jaren natuurlijk niet. Dat we werken. Justin Goetzee, commercieel directeur ADO Den Haag. Hele selectie en staf op een bijzondere plek in Scheveningen. Ja, hartstikke leuk. De opening van het seizoen. En dat doen we dan in samenspraak met een sponsor. En het is denk ik hartstikke leuk dat het kantoorpersoneel samen met de spelers en de staf het seizoen zo in gezamenlijkheid kan openen. Ja, vandaag Beach Club Peuken is dus een sponsor. Doen jullie dat meer met sponsoren? Nou ja, we proberen bij al onze inkooptrajecten inderdaad sponsors te betrekken. Dus iedereen die lid is van onze Business Club krijgt een kans als wij wat gaan inkopen om uiteraard een mooie aanbieding te doen. Jij zelf, 4 maanden aan boord nu bij ADO. Hoe gaat het tot zover? Nou, hectisch. Hè. Je komt natuurlijk, voor ons is dit de drukste periode bij het verlengen van de seizoenkaart, het verlengen van de sponsorcontracten. Dus het is heel erg hectisch. En jij gaat gelijk vol mee in de operatie, maar dat is ook wel hartstikke leuk. Nou, je hebt zelf een voetbalachtergrond, kan je daar wat over vertellen? Nou, ik werk al bijna 11 jaar in het voetbal, waaronder 8 jaar bij RKC en 2 jaar bij PSV. Dus ik weet wel een beetje hoe het een en ander werkt. Alleen de omgeving is nieuw, Den Haag. Wat zijn voor jou de speerpunten voor jou in de komende periode? Waar moet jij aan gaan werken? We mogen best nog klantvriendelijker zijn en vooral meer structuur in onze werkzaamheden, efficiënter werken zeg maar. Maurice, er wordt flink opgeschept hier, maar het is volgens mij 6 dagen voor het begin van de competitie. Let je er een beetje op dat ze niet te veel eten? Ja, als het goed is hebben ze er rekening mee gehouden. Maar we hebben een hele voorbereiding keihard getraind. En het is nu even een moment van ontspanning voor de mannen. Morgen zijn ze vrij. En dan kunnen we volledig naar Vitesse toe werken. Dus we hebben even een mooi moment. Pak je ze dan donderdag extra hard aan? Nee, want ze hebben de voorbereiding al prima getraind. We hebben behoorlijk eraan getrokken. En iedereen is er goed doorheen gekomen. We hebben geen blessures meer, dus we hebben het prima gedaan. Het ging mij om iedereen aan het werk te zien, iedereen fit te houden. Nou, dat is gelukt. En ik denk dat we afgelopen zaterdag een prima open dag met een redelijk goede wedstrijd hebben gespeeld. Dus het heeft wat tijd nodig gehad om iedereen in te passen. Toch 5 nieuwe spelers, maar ik denk dat we erin gelukt zijn. Enorm verschil ook met vorig jaar, denk ik, zo voor aanvang van het seizoen. Klopt dat?
Ja, tuurlijk. Vorig jaar had je natuurlijk de onwijs onrustige voorbereiding met heel snel Europees voetbal. Een hele andere groep. Dus wat dat betreft was het voor mij wel heel prettig om op deze manier de voorbereiding te starten en te eindigen. Je hebt je bord behoorlijk vol, meneer. Ik zeg eerlijk, ik heb wel honger, dus ik ga ervan genieten. Doe je dat omdat jullie zondag aan de bak moeten? Ja, je moet extra voeding binnenkrijgen, dus vandaag gaan we lekker door eten. Volgens mij ben jij geen vegetariër. Valt wel mee, toch? Kan je bijna niet ontlopen. Nee, ja, ik heb zin in lekker vlezen. We hebben hier lang op gewacht. Dus, Vind je het leuk vandaag? Ja, zeker. Gezellig. Even iedereen ontmoeten. Dus, even ontspannen en zondag knallen. Ik heb wat collega's van je gesproken. Nog een paar dagen voor de competitie. Hebben we er zin in? Ja, zeker. Eindelijk gaat het beginnen. Voorbereiding is ook wel leuk altijd om een beetje aan elkaar te winnen. Maar voor het echte spelen is altijd het leukst. Heb je nog een beetje let op wat je eet nu of kan je gewoon losgaan? Nou, vandaag mogen we losgaan, denk ik. Morgen vrij, vertelde Maries. Ja, precies, ja. Dan moeten we donderdag maar extra hard rennen. Succes zondag. Hey, dankjewel. Nou hoorde ik van de week toevallig van een persoon uit uw streek dat u alleen maar op kon dagen als er vlees, aardappelen en groenten op tafel werden gezet. Nou, dat is niet helemaal waar. Misschien van vroeger klopt het wel aardig. Zei ik altijd, ik ben gek op aardappel en groentevlees. Daar ben ik nog steeds gek op, maar rijst, Italiaans. Ik eet alleen geen vis. Ik ben visvegetariër. Visvegetariër, maar er ligt ook genoeg vlees op het bord, meneer Driebergen. Nou ja, maar vis is ook geen vlees, dus wat dat betreft gaat het goed. Ten slotte, Boeddha keek tijdens het interview met Justin Goedzee mee, maar kon zijn enthousiasme niet helemaal volgen.